Goedemorgen, ik ben Lieke, zakelijk vlogger. En in de Week van het Werkgeluk volg ik Maartje, Geert en Albert op zoek naar werkgeluk. En in deze aflevering loop ik mee met Albert en we zijn bij de gemeente Amsterdam. Goedemorgen, ik ben hier vandaag bij Jamil Awab op bezoek. Misschien, Jamil, kun je ons vertellen waar we hier precies zijn? Nou, we zijn hier bij WPI, van Werkparticipatie Inkomen. We helpen hier graag heel veel klanten die bezoek voor een postadres aanvragen en een bijstandsuitkering. Ja. En dit is ondanks die agressielocatie nummer 1 is van Amsterdam. Daar zijn wij hier. Wat je aangeeft is dat dit een hele bijzondere locatie is. Ja. Er komen hier cliënten met een geweldsachtergrond. Ja. Die hier in contact met de gemeente staat. Dus het is in die zin ook een risicovolle omgeving. Ja. En wat maakt dat jij hier veel plezier hebt in je werk? Ik vind de collega's hier echt geweldig. Ze zijn altijd klaar en we voelen niet alleen als een collega. Maar het is net als een één lichaam. Wanneer één deel van het lichaam pijn voelt, dan voelt gewoon het hele lichaam ook. Ja. En dat is de eenheid. En dat voelt echt enorm positief. En die positieve energie, dat maakt ook een positief resultaat ook. En voordat wij beginnen, hebben wij altijd met onze aanspreekpunt positief praat tegen elkaar. Dat houdt gewoon. Ik kan niet wachten om te beginnen. Okay. Hoe heeft COVID-19 jou in het werk geraakt? Nou, in het werk, het was wel de laatste tijd heel moeilijk en heel rare tijden. Maar gelukkig met de materialen die we hebben, hebben we het toch goed volgehouden. Ja. Bijvoorbeeld mondkapjes en samenwerking met die facilitair. Zou je nog een tip hebben voor alle andere collega's? En een tip van mij is voor alle collega's, ondanks deze moeilijke tijden, kan ik ook meebegrijpen. Maar wees positief en wees dankbaar voor wie je bent en voor wat je hebt. En vergeet altijd nooit te lachen. Dat is mijn tip voor vandaag. High five! Hoppa. High five! Mooi gesproken. Wat heb jij vandaag geleerd over werkgeluk? Wat ik heel mooi vind is wat ik zei, wij werken hier eigenlijk als één lichaam. Hè? En wat ik daaruit haal is dat je ontzettend afhankelijk van elkaar bent en dat je dan echt een team bent wat er voor elkaar staat, waarin je elkaar kan vertrouwen en terugvallen. Ja, en hoe ze dat hier doen door positieve dagopstarts, maar ook incidenten evalueren, veel tijd met elkaar besteden om dingen te leren. Ja, dat is echt wel gaaf om te zien en voor mij maakt dat echt werkgeluk.